Dames en heren, goedemorgen. Ik ben de adjudant Jacob Tonnes en ik zal u vandaag door de ceremonie begeleiden. Dames en heren, namens uw gastheer, de commandant der strijdkrachten, generaal Middendorp, heet ik u van harte welkom op deze medailleuitreiking. Vandaag zal de Nederlandse herinneringsmedaille voor vredesoperaties uitgereikt worden aan de militairen deel uitmaken van de missie Active Defense, die in 2014 en 2015 hun taak in Turkije hebben uitgevoerd. Der strijdkrachten en de paradecommandant gaan nu de aangetreden troepen inspecteren. Het defensie grondgebonden luchtverdedigingscommando bestond net een half jaar. En zij werden al ingezet. Het was alsof je Feyenoord en Ajax tot één team maakt. Maar de integratie verliep soepel. Daar kunnen beide voetbalteams dan wat van leren. Voor hun inzet tijdens de uitzending in Adana, Turkije. Waarbij zij tevens in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond. Getekend tussen Schravenhagen, de minister van Defensie, J.A. Hennis Plasgaard.